Het had een bijzonder jaar moeten worden, 75 jaar vrijheid. Ieder jaar wordt in Wageningen het Bevrijdingsfestival Gelderland gehouden en hier komen dan ook vele veteranen bijeen. Veteranen voor wie elk jaar er eentje is, gezien hun leeftijd. Extra zuur dus dat deze jubileumeditie dit jaar niet door kon gaan en doorgeschoven moest worden. Hoe is de afgelopen tijd voor het Bevrijdingsfestival geweest? Ja, heel gek, heel bizar. We hebben natuurlijk de afgelopen periode, sinds dat we te horen kregen dat we niet door konden gaan, hebben we ons gefocust op een programma wat wel door kon gaan, maar helemaal coronaproof. Dus dat hebben we heel snel alles omgegooid en heel snel gaan maken. En we zitten nu alweer in de laatste afwikkeling. Dus het is heel bizar, heel gek, ja. Oké, want wat stond er allemaal op de planning? Want ik heb net van jou gehoord dat eigenlijk zou hier iets gaan gebeuren dit jaar. Ja, we zouden hier voor dit jaar inderdaad voor de allereerste keer het hoofdpodium hebben. Dat is dus een nieuwe plek. Samen gecombineerd met het Sena Stage. Op 5 mei staat altijd bol met ontzettend veel activiteiten, dus ook dit jaar. Maar ja, dit jaar vierden we natuurlijk 75 jaar vrijheid. En hadden wij naast het festival met ontzettend veel muziekpodia, hadden wij andere activiteiten zoals défilé en herdenkingen en de bevrijdingsestafette, wat dus allemaal niet heeft kunnen doorgaan vanwege de corona. En alles op 5 mei zou draaien over het vieren van 75 jaar vrijheid. En de manier waarop we bedacht hadden dat dat ging hem niet worden, helaas. Mm-hmm. Wat hebben jullie nu allemaal voor speciale dingen dan gedaan om toch een beetje dat vrijheidsgevoel te kunnen overgeven? Ja, het was op een gegeven moment werd het duidelijk dat we niet meer grote groepen mensen samen mochten brengen. Dus we hebben met name gekeken, oké, welke delen van het programma willen we laten doorgaan en kunnen doorgaan. En wat kan er wel met corona? Dus we hebben twee momenten gehad, eentje op 4 mei en eentje op 5 mei, waarin we een soort van tv uitzending hebben gemaakt voor mensen zodat ze thuis konden meebeleven. Ik ben Wadik Salovic. Ik ben zoon van de Poolse bevrijder, van de 1e Poolse Panzerdivisie, die onder andere Nederland en Brabant bevrijd heeft. En het is voor mij een hele eer om het vuur naar Brabant te mogen brengen, die door mijn vader, mede door mijn vader, bevrijd is. Ik ben vuur. Ik ben vrijheid. Eeuwig brandend vrijheidsvuur. Vanuit Normandië reisde ik naar hier. Vanzelfsprekend ben ik nooit. Natuurlijk geven we ook dit jaar het vrijheidsvuur door. Maar alles is anders. Geen publiek. Geen gejuich. Een leeg plein. Uitgerekend 75 jaar later kunnen we niet bij elkaar komen. Op die plekken die onze geschiedenis markeren. Maar ook al is onze bewegingsvrijheid beperkt, wij leven in vrede. En we zijn nog steeds vrij. Vrij om te zeggen wat we willen zeggen. Om lief te hebben, om te geloven. Om te zijn wie we zijn. Alleen in vrijheid kan dit vuur branden. En hoe werd het ontvangen? Beetje goed bekeken allemaal. Ja, goed. We hebben in de nacht van, of in ieder geval 4 mei laat, wij ontsteken altijd het bevrijdingsvuur op het 5 meiplein. Dat doen we altijd precies van 4 op 5 mei. Daar hebben we een programma omheen gemaakt met de NOS. En we hebben bijvoorbeeld een videoprojectie gedaan op Hotel de Wereld. En wij hebben het vuur ontstoken samen met andere festivallocaties in Nederland. Dat hebben we helemaal in beeld kunnen brengen. En dus dat vonden mensen heel mooi, vooral Hotel de Wereld. Mm-hmm. En op 5 mei hebben we een herdenking gedaan op een hele sobere en stille manier. Waarbij er maar een paar mensen op het plein waren. Wat eigenlijk ook wel heel mooi is qua verstilling en qua de boodschap. En wat waar 5 mei voor staat. En als we het even over het festival hebben. Hoe ver zaten jullie al in de voorbereidingen met bijvoorbeeld artiestenboeken en dat soort zaken? Ja, best wel ver. Ik denk dat wij toch wel tegen januari aan de line-up weg rond hebben. Dus we hebben in midden maart is alles geannuleerd. En dan ben je toch echt wel echt bezig met tegen het laatste gedeelte aan van dingen regelen. Dus dan ben je het wel met de puntjes op de i bezig. En dat was al best wel. Daar stond al heel veel in de stijgers. Ja, want het festival op zich, daar kun je gewoon naartoe.
Ja. Daar heb je geen kaartje voor nodig. Dus jullie konden niet zeggen van zoveel procent van de kaartjes krijgen jullie terug en zoveel houden ze zelf voor een volgende editie. Nee, hoeft niet. Nee. Ik neem aan dat jullie dan ook wel veel van sponsors moeten hebben. Ja, wij hebben altijd. We zijn zelf een stichting. En wij maken ieder jaar een begroting. En daarbij zijn gelden natuurlijk vanuit subsidieverstrekkers heel belangrijk. Dus dan praat je over de gemeente, de provincie, het Nationaal Comité, het V-fonds. Daarnaast hebben we vanuit 5 mei altijd nog wel ook een omzet wat vanuit horeca. Omzet wordt gegenereerd. Maar heel veel is inderdaad subsidie en sponsoren. Ja. Mm-hmm. Is het dan niet voor bijvoorbeeld de volgende editie voor volgend jaar gevaarlijker om... is er minder en minder geld voor beschikbaar voor een volgende editie? Nee, wat dat betreft hebben wij... geen zorgen voor volgend jaar, laat ik het zo zeggen. En we hebben alle activiteiten die we gepland hadden staan, ook voor het jubileumjaar, dus de extra activiteiten erbovenop, die laten wij het liefst, als dat kan, volgend jaar gewoon doorgaan. Dus wat dat betreft willen wij heel graag nog steeds wel 75 jaar vrijheid vieren, maar dan plus 1. Dus het wordt 75 jaar? Ja, eigenlijk inderdaad wel. Ja, wat ons betreft wel, maar dat is natuurlijk wel als de maatregelen van de corona dat toelaten. Bij het défilé lopen heel veel veteranen en dat soort mensen mee. En hoe hebben die erop gereageerd? Ja. Want ik kan me voorstellen, 75 jaar vrijheid, je bent al wat ouder. Ja. Dat is lastig dan, denk ik. Ja, dat was echt misschien nog wel een van de meest heftige doelgroepen die ook beseft op een gegeven moment van oké, dat kan niet doorgaan. Want normaal gesproken komen de veteranen... bij ons om ook om elkaar weer te zien. Dus dat een soort van reuniegehalte. Er zijn natuurlijk niet heel veel Tweede Wereldoorlog veteranen meer. Dus we hadden nog wel op de planning staan dat er een hoop nog wel naar Wageningen zouden komen. Die keken daar gewoon heel erg naar uit. En dat kon helaas niet meer. Dus dat was wel misschien nog wat heftig. Maar het is natuurlijk ook een kwetsbare doelgroep. Dus je wil daar ook gewoon respectvol en op een veilige manier mee omgaan. Dus dat was wel heftig. Oké, dus in ieder geval volgend jaar 75 jaar vrijheid plus 1. Ja. En hopen maar dat we dan de vrijheid wel kunnen vieren, wat we nu niet echt hebben kunnen doen. Nee, ja, precies. En het is even aankijken wat er gebeurt. En wij zullen daar ook rekening mee houden. En wij willen, bevrijdingsdag is bevrijdingsdag, dus dat kunnen we niet door laten gaan. Dat moet wel doorgaan.